Ja, en we hebben weer een wissel gemaakt. En zometeen gaan we praten over de 7e editie van de Ketelloop. Daar is Pim de Koning voor aangeschoven. En uiteraard nog wat andere zaken gaan we nog bespreken met Micha Kemink. Onze huisvriend inderdaad, hij zegt het nu zelf ook, gelukkig. Maar we gaan eerst praten met de trainster van de zaalvoetbaldames van de VV Pernis. Afgelopen seizoen helaas ontroond als landskampioen, maar dit seizoen weer vol ambitie. En een van die nieuwe ambities is een eredivisieclubs die de handen ineen hebben geslagen over jeugdzaalvoetbalteam voor dames, voor de meiden, de jonge meiden in de Junior Futsal League. En aan de telefoon hebben wij Sharon van Zadelhof. Goedenavond, Sharon. Goedenavond. Ja, Sharon, om met de deur in huis te vallen. Ja, een nieuw initiatief. Samen met mede-competitiegenoten gaat Pernis met Reiger Boys, KTP Nieuw-Rode en Hovo Kubo ja, een nieuw initiatief starten. Kun jij daar wat meer over vertellen? Ja, heel graag zelfs. Nou, we zijn natuurlijk al een tijdje onderweg met Eredivisie zaalvoetbal voor vrouwen. Met als succes afgelopen twee weken geleden de presentatie van het Oranje Bondsteam. Maar wij hebben met de vier clubs al een tijdje overlegd over, ja, weet je, we willen de jeugd aantrekken. En hoe kunnen we dat nou het beste doen? Enerzijds in de breedte sport, want je wil zoveel mogelijk jeugd in aanraking brengen met het mooie spelletje zaalvoetbal. Maar anderzijds willen we ook wel kwalitatief wat kunnen bieden. En zeker gezien het feit dat er straks ook nog een belofte team van Oranje komt. Nou, we hebben in de, begin van dit jaar met elkaar gaan kletsen. Ik had het idee al een tijdje. Ik heb dat al een paar keer bij de KNVB neergelegd. Joh, laat eens een toernooicompetitie opzetten. Een competitie waarin je de meiden tussen de 15 en 19 met elkaar kan laten voetballen. En tegen elkaar kan laten voetballen op het hoogste niveau. En ze op die manier in aanraking te brengen met wat ik toch de mooiste discipline binnen voetballen vind. Ja, want het is echt iets compleet nieuws, hè, wat er in Nederland nu wordt opgezet op deze manier. Ja, ja, absoluut. Het is een compleet nieuw initiatief. Vandaag hebben we van Max Tjade, onder andere de bondscoach van de heren, de complimenten mogen krijgen over dit mooie initiatief. En hoop daarin wellicht met ons om de tafel te kunnen gaan zitten om dat zelfs bij de heren, bij de jongetjes ook te mogen gaan uitrollen. Maar voor nu hebben wij gezegd met vier teams die veel met elkaar aan de tafel hebben gezeten. Om dit initiatief neer te zetten waarin we vier keer per jaar op dit moment dan vier keer dit seizoen samenkomen. Dat doen we in de vakanties. Omdat we de meiden niet te veel willen belasten. We willen de balans kunnen vinden tussen het in contact brengen met onze sport op het hoogste niveau. Maar tegelijkertijd niet te hoge belastingen geven. 22 oktober, 17 december, 25 februari en 29 april worden er vier keer een toernooi gespeeld. Waarvan de vier teams, zoals jij ze net op hebt genoemd, meedoen. En er is altijd een gastteam aanwezig. De insteek is dat het een buitenlands gastteam zal zijn. Als dat mogelijk is, daar zijn we nu hard voor aan het trekken. En dan spelen de meiden een onderling toernooi. Kunnen ze een prijs winnen. Ja, want als je een toernooi wint, dan ben je toernooiwinnaar. Dus dan krijg je daarvoor een prijs. En tegelijkertijd krijgen ze ook punten. En ja, de punten tellen mee in de competitie, waarin we op 29 april een finale dag hebben. En dan mag je jezelf MO Junior Futsal League Nederlands kampioen gaan noemen. Ja, hele mooie ontwikkelingen, sorry? Uiteraard. Ja. Er zijn vier speelsteden. Heer Hugo Waard, Horen, Leek. En toch ook de thuisbasis voor weliswaar VV Pernis. Maar toch ook in Schiedam actief. Ja, ja, absoluut. Ja, uiteraard. Ja, we hebben daar bewust voor gekozen. We organiseren het met z'n vieren. We hebben er bewust voor gekozen om elk toernooi bij een van de thuisbasissen van de clubs te laten plaatsvinden. Ja. Hoe belangrijk is deze stap voor het dameszaalvoetbal in Nederland? Ja, ik denk dat die bijna net zo belangrijk is als het ontstaan van het terugkomen van het bondsteam. We willen de kracht van elke sport ligt bij de jeugd. En er is voor jeugd in de afgelopen periode heel weinig geweest als het gaat om zaalvoetbal. Hij toch ziet dat veel clubs aan trekken, zowel bij de mannen als de heren. Er gaat heel veel tijd, energie, vrijwilligers en geld in om te zorgen dat die mooie discipline tot een groter publiek komt.
Wij hebben als pianist daarin mogen bijdragen dat we natuurlijk internationaal zijn gegaan. In april, zoals je weet, in Madrid. En afgelopen augustus in Porto. Nou, het ziet er naar uit dat wij in december weer naar Spanje zullen vertrekken. Ja, en dat zijn allemaal hele mooie dingen. Maar als je daaronder geen jeugd hebt aan wie je het kan overdragen. En die de sport mede groter kan maken. Ja, dan blijft er op een gegeven moment weinig over. Dus het is wel een hele, hele grote ontwikkeling voor onze sport. Ja, en dan nog een laatste sportieve aspect. Vraag. Waar willen jullie dit seizoen met het eerste damesteam van Pennis gaan eindigen? In de Eredivisie? Ja, wij hebben als Pennis altijd maar één ambitie. En dat is meedoen, meedoen om de prijzen. En ik zou geen reden zien waarom wij na de afgelopen 6 jaar altijd hebben mee te kunnen doen. De prijzen dat dit jaar niet anders zouden doen. Dus qua ambitie hebben we gewoon weer een meestrijden om de prijzen die er te verdienen zijn binnen onze competitie. Ja, en daarnaast met de internationale ervaring is de ambitie ook om een internationaal toernooi te gaan winnen. We hebben de finale mogen bereiken tegen Benfica afgelopen maand. Ja, en nu is de volgende stap is gewoon zorgen dat je ook in het buitenland naast het binnenland een prijs gaat pakken. Nou, we gaan het ook met Waterwegsport uiteraard volgen. Jij hartelijk dank voor je bijdrage over dit nieuwe initiatief. Ja. En, mag ik nog heel even een oproep doen? Ja, even, vertel maar. Nou, het is natuurlijk, meiden, ben je tussen de 15 en 19 jaar en wil jij beter worden met voetballen? Wil je sneller met de bal kunnen handelen? Wil je tactisch sterker worden? En een dynamisch spelletje leren, waardoor je niet alleen beter wordt in het voetbal in de zaal, maar zeker ook op het veld. Meld je dan aan, kijk op Junior Futsal League, kijk op de zaalvoetbal Facebookpagina van VV Pernis. En kom op 15 oktober naar de selectietraining. En wie weet sta jij in januari bij de Beloftes van Oranje. Nou, dat is denk ik de beste promotie die je hebt kunnen maken. Zo. Nogmaals bedankt voor je bijdrage en we gaan jullie volgen. Hey, dankjewel voor je tijd en veel plezier daar. Dankjewel.